Ja, corona heeft ons laten zien welke beroepen we echt nodig hebben. Dus denk bijvoorbeeld aan onderwijs en zorg. En volgens mij kunnen we die meer gaan waarderen. En dat geldt natuurlijk ook voor zaken zoals mantelzorg. Dus we moeten gaan kijken hoe we dat als samenleving beter gaan waarderen. Zowel financieel, maar ook in hoe we daarmee omgaan. Omdat je opeens heel veel meer in je eigen buurt aan het wandelen bent en aan het rondlopen bent, waardeer je het groen in je eigen buurt echt veel meer dan dat je normaal doet, omdat je er gewoon sneller langs gaat. Dus daarmee zie je opeens hoe belangrijk het eigenlijk is om groen in je wijk te hebben. Ja, dat is de ongelijkheid die we hier hebben in Nederland. Ik vind het ongelooflijk dat we in een rijk land als Nederland nog steeds mensen hebben die geen dak boven hun hoofd hebben, waarvoor het soms lastig is om gezond te kunnen eten of om mee te kunnen doen. En dat is echt het eerste wat we moeten oplossen. Nou, ik denk dat mensen zich bewust zijn geworden dat het soms heel ingewikkeld voor mensen kan zijn. En dat bepaalde problematiek achter de voordeur opeens ook wat meer aandacht heeft gekregen. En ik denk dat dat heel belangrijk is om naar voren te brengen. Zo zie je bijvoorbeeld dat het niet voor iedereen heel vanzelfsprekend is om altijd de hele dag thuis te zijn. En nu met corona heb je gezien hoe het is om de hele dag thuis te zijn. En ik kan me voorstellen dat dat voor de een heel makkelijk is, terwijl dat voor de andere veel ingewikkelder is. Bijvoorbeeld omdat je geen eigen slaapkamer hebt waar je rustig kunt gaan zitten om je huiswerk te doen als kind. Maar ook omdat iedereen bijvoorbeeld de hele dag thuis is. Dus daarin zie je opeens wat meer wat er allemaal bij komt kijken bij gezinnen thuis. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook na deze crisis nog een tijd solidair met elkaar te blijven. Dat moet natuurlijk sowieso. Maar ik denk dat de gevolgen van corona nog heel lang door gaan spelen. Dus denk aan mensen die bijvoorbeeld nog hun werk kwijt gaan raken of toch in de schulden raken. Ook als corona voorbij is, moeten we aan deze mensen blijven denken en voor hen zorgen. En zorgen dat iedereen uiteindelijk mee kan doen.